Ja. En dan zijn er nog daarna 3 rapporten waar een cijferlijstje bij hoort en dan een heleboel commentaar. En ik heb al verschillende dingen gezien over mooie solo's, fijn samenspel, doorzichtig, nog een aantal meer van dat soort opmerkingen. En dat blijkt natuurlijk uit de puntenwaardering, want er staan enkele 8 op, voornamelijk 8,5. En dan komen er aan het eind heel veel 9's. Eén categorie waar bijna iedereen een 9 voor geeft, en dat is de muzikale uitvoering. Complimenten jullie, want daar. Ja! Ja!